Het is iets over zevenen. De ochtend is begonnen. Er begint licht te komen, maar het duurt wel heel lang voordat er een beetje licht is. Het is gewoon donker. Ik ga vandaag de steiger afbreken waarschijnlijk. Mits ik hierboven klaar ben. Ja, en ook vandaag begin ik weer in het atelier. Tot en met de lunch. Het is hier echt een hele fijne plek geworden. Met al mijn grafische spullen die ik inmiddels heb vergaard. Dit is nog het inktafeltje van Ariane, wat ik ook ga gebruiken. Maar vandaag ga ik me eigen vooral bezighouden met schilderen. En dat wordt een beetje moeilijk, want ik ben gisteren heel erg hard op mijn achterwerk gevallen. Dus ik kan nauwelijks zitten. En deze ludieke blessure, dat houd ik me even af van het schilderen. Ik kan gewoon niet zitten. En een van de dingen die ik vandaag wil gaan doen, dat is werken aan dit onderwerp voor Theo. Hier moet zaamslag op komen te staan. Ik heb al wat foto's afgedrukt, dus ik kan gaan werken. Nou, ik hoop dat ik een beetje kan zitten. Want dit is echt zittend werk, het is spielwerk. Dus je moet echt geconcentreerd rustig met die schilderstok en dingetje kunnen gaan maken. Maar ik moet echt weer gaan schilderen. Dus daar ga ik vandaag mee bezig. En dan zie ik, als ik naar het huisje loop, twee courgettes. Eén echte courgette. En een soort pompurk. Dit is echt een gek ding. Maar dat zou wel eens genoeg kunnen zijn voor een pannetje courgettesoep. Het is zelfs 1,5 kilo. Meer dan genoeg. Ik ben nou ook bezig met het bestellen van de clichés voor de zegel. En toen zag ik dat dit is gewoon een stuk groter moest worden. Dat is door een paar blokjes ertussen te plaatsen. Maak je het raam weer wat groter. Het is een hele leuke puzzel geworden. Maar ja, ik ga de clichés bestellen. En intussen ben ik ook al driftig aan het schilderen. Het raadhuis van zaamslag is dit. Mooi voor 12 uur staat de eerste schetslijnen erop. Ik moet hier nog wel hier een boerenstel en daar een werk op een akker nog verzinnen. Daar moet ik nog even voor foto's voor selecteren. Maar het belangrijkste gedeelte, dat is dit, dat staat erop. Dus, mooi. De view van bovenaf. Een van de laatste momenten dat hier de steiger staat. Want ik ben zo goed als klaar. Ik ga nu beoordelen of dit er ook echt van af kan. En er is nog wel wat werk. Ik moet hier nog wat doen. Dus eigenlijk is het wel verstandig om de steiger te laten staan. Maar ik wil hem wel kwijt. Want dan kan ik beginnen met de metselen van de fundering voor de serre. En dan moet ik hier nog even langs met appeltjes en walnoten voor mijn collega's. Intussen ben ik begonnen met de bouw van de fundering aan deze kant. Daar kan ik wel bij. Hier nog niet. En hier moet ik ook even mee wachten, want er moeten toch tegeltjes aankomen. Die zijn nog besteld, maar die zijn nog niet binnen. Dus ik ga hier de fundering mooi waterpas maken met een laagje beton. Kijk, een mooie bekisting gemaakt. Helemaal waterpas. En dat volgestort met beton. En daar kan straks weer op gemetseld worden. En dan is het stiekem al hier over zessen. Etenstijd. Ik ga een pan met courgettensoep maken. En een macaroni opwarmen. En dan heb ik het wel gehad vandaag.